Elk kind geeft recht op ongelijk onderwijs, en dat betekent dat je uiteraard na een startpunt, waarbij je met een groep begint, dat elk kind op zijn of haar niveau kan werken, en dus afwijkend van de norm van het gemiddelde in een klas gemakkelijker oefeningen, extra instructie, verdiepende oefeningen kan aanpakken naast die knappe leerlingen die dan vooruit kunnen en op hun niveau verder kunnen werken. Alle onderzoek wijst er eigenlijk op dat je een integratie nodig hebt van dat tabletgebruik in die bestaande methodes en dat je gaat kijken waar zijn die dan precies optimaal inzetbaar. Niet vervangend voor de instructie, maar wel versterkend voor die instructie en vooral inspelend op die enorme vraag van leerkrachten en ook van leerlingen en van ouders naar oefenen, oefenen, oefenen. Daar blijkt in feite uit onderzoek dat die tablets wel duidelijk een significante, effectieve rol kunnen spelen. Dus die combinatie van contactonderwijs, zelfstandig werken, de combinatie van echt werken in een klas met papier, met objecten, in combinatie met bijvoorbeeld een tablet, heeft natuurlijk een aantal voordelen. Een daarvan is uiteraard dat kinderen vooral zelfstandig aan de slag kunnen gaan en vooral heel veel kunnen oefenen. Oefenen is eigenlijk een crux, is eigenlijk de max in leerprocessen. Wat er dan bij komt, is dat je direct feedback kunt geven, maar nog veel belangrijker is dat dat oefenen aan een eigen tempo kan gebeuren. Dat je dus meer tijd kunt geven aan die kinderen die meer tijd nodig hebben en dat kinderen die sneller gaan ook er sneller doorheen kunnen gaan. Autonomie is eigenlijk één van die vitamines van wat wij motivatie noemen: je hebt autonomie. Je hebt belanging erbij horen en je hebt competentie. En als je dus keuzevrijheid geeft, geeft aan kinderen, dat ze dus bij eigen taken zelf oefeningen kunnen kiezen die inhoudelijk wat betreft niveau beter aansluiten bij hun interesse, bij wat ze op dat moment aan het doen zijn, merk je dat plots die motivatie, die intrinsieke motivatie, het willen doen en zich willen inzetten voor taken en opdrachten, gaat toenemen. Het is geen wondermiddel, maar we merken wanneer een leerkracht een... Keuzevrijheid geeft dat die leerlingen dat ook graag hebben en dan ook liever aan die taken werken. Een kernfactor die maakt dat kinderen leren naar aanleiding van het maken van oefeningen, het uitvoeren van taken, het uitwerken van opdrachten, is onmiddellijke feedback. Dat betekent dus een terugkoppeling die in tijd en ruimte voldoende nabij is. En leerkrachten weten heel goed: wanneer je huiswerk geeft. En je gaat pas drie dagen later dat huiswerk verbeteren samen met die leerlingen, dat dat toch nog altijd een veel lagere effect heeft dan onmiddellijk samen met hen die opdracht te maken en terugkoppeling te geven. Dus elke oplossing die een leerkracht, ouders, kinderen krijgen, waarbij kinderen toch directe feedback krijgen op hun oefening, is te verkiezen boven uitgestelde feedback.